Oké, Danny, ja, we staan hier na 6-0 overwinning op Arjan Konteman. Ja, dat is eigenlijk alles wat je wilt, toch? 6-0 winnen. Ja, zeker. Maar ja, hij had zeker wel kansjes. Maar ja, 6-0 is wel heel getekend. Maar ja, ik ben er zeker blij mee. Ja, ik ga nu een vraag stellen. Ik ben benieuwd of wat jij ervan vindt. Wij kennen Arjan Konteman zelf natuurlijk ook. Jij waarschijnlijk ook. Baal je dan toch ook soort van een beetje voor hem dat hij dan niet gewoon net toch wel het lekje kon pakken en dat jij hem daarna gewoon helemaal kapot kon maken, zeg maar, bij wijze van spreken? Ja, ik gun het hem zeker. Ja, ja. Ik gun het hem zeker. En ja, het is een hele goede kerel. Het is gewoon een hele relaxe gast. En ik gun hem alles. Behalve de overwinning. Ja. Maar ja, zeker lek had hij zeker wel verdiend. Nou ja, het maakt nu niet meer uit natuurlijk. In maart won je eigenlijk heel verrassend de UK Open. Wat is eigenlijk allemaal naar je toegekomen toen je de grootste titel van je carrière pakte? Ja, ik ben gewoon hetzelfde eigenlijk. Dus ja, natuurlijk neem je die ervaring mee. En door het winnen op podium, de Eurotours gaan goed. Ik moet wel kwalificaties spelen elke keer. Maar toch wel elke keer goed als ik me kwalificeer. Dan slechtste resultaat is geloof ik kwartfinale. Dus ja, het gaat wel goed op podium. Ja, gaat wel prima. Merk je ook, vergeleken met voorgaande jaren, dat zelfvertrouwen gewoon op dat podium, dat het nu helemaal goed zit? Ja, denk het wel. Ik heb natuurlijk tijden geleden, toen ik begon met darten, heb ik op een Grand Slam, heb ik toen ook al goede resultaten neergezet. Toen heeft het een tijdje even uit geweest, zeg maar, qua resultaten. Maar ja, ik ben nu weer terug. Ik voel me herboren en ik voel me fijn op het podium en ik heb er elke keer zin in. Ja, dat is toch mooi om te horen. Toen wij hier naartoe liepen, zagen we een busje met met het logo van je stamkroeg erop. Was het goed om gewoon weer lekker voor je eigen mensen ook te spelen vandaag? Ja, zeker. De beste mensen zijn met me mee. Ja. En morgen ga ik nog meer mensen uitnodigen. En dan hoop ik dat er meer publiek is, laat ik zo zeggen. Maar het is sowieso fijn om gewoon lekker in Nederland te spelen. Het voelt goed. Ja, mooi. Eén laatste vraag. Je staat natuurlijk gewoon ruim in het Nederlandse World Cup team met Marco van Gerwen. Daar kijk je naar uit, neem ik aan. Ruim? Ja, weet ik niet. Natuurlijk. Ja, sorry, die neem ik even terug. Als Dirk nu in één keer heel erg zijn best gaat doen, dan wordt het nog een beetje lastig. Maar nu sta je goed. Dan wordt het wel lastig, ja. Maar ik hoop het. En dan, over 2 weken dan de Pro Tours hebben we al vooraf. En dan even een opwarmingje voor de World Cup. Mm. En ik ben blij om er weer te staan voor Nederland. En ik voel me goed en we go for it. Yes. Nou, ik zeg het, we gaan jou gewoon het Nederlandse shirt zien aankomen juni. Dankjewel, Danny.